per dag trouwen er maar liefst 39.000 meisjes. Dat zijn er 27 per minuut, dus 1 om de 2 seconden. En met de campagne Stop Kinderhuwelijken wil Plan België dat onder de aandacht brengen. Want toch iets om bij stil te staan, want zo'n gebeurtenis heeft heel wat impact in het leven van die kinderen. Ik maak al kamisa han ege kuwe, ama ay mama kan. Ay kan ay gogo may binarakti, watukula ay bahauru hanfo ay sunga. Day fonga ay sunga hauru, ay hanfo may sunga hauru. Watukulu ay gofu ay sunga hanfo kan ay fete kwale ay biro ne karane ka. Ik heb zelf een dochter en ze is 10 jaar. En als ik deze beelden zie over kindhuwelijken, dan vind ik dat ongelooflijk confronterend. Want als ik daar zou wonen, en ik ben bijvoorbeeld straatarm, dan zou ik nu al op zoek zijn naar een geschikte huwelijkskandidaat voor haar. Als ik die beelden zie, dan weet ik waarom ik planouder ben. Ja, Koen Wouters, als Peter van Plan België, geconfronteerd met kindhuwelijken. Hij heeft zelf een dochter, inderdaad, zoals hij al zei, van 10 jaar. Hij heeft trouwens op Facebook zelf gezegd van, kijk, ik heb mijn dochter gezegd van, ik heb een geschikte man voor jou gevonden en het dochtertje moest lachen. Nu, hij zei van, mijn dochter lacht daar nu wel mee, maar voor heel veel kinderen is dit gewoon pure waarheid en een levenslot. Bij mij zit Anthony van Overschelde van Plan België. Een heel goedemiddag, Anthony. Goedemiddag. Ja, ik krijg daar kippenvel van. En ik denk met mij heel erg veel Limburgers en heel de wereld eigenlijk, hè, dat dit nog gebeurt op de dag van vandaag. Ja, absoluut. Het is een thema dat we onder de aandacht brengen. En terecht, want het is iets wat enorm veel voorkomt met enorm dramatische gevolgen. Dus kippenvel krijg ik daar ook van. Ik denk zoals de meeste mensen hier in België. Ik heb nog niemand horen zeggen dat dit moet kunnen. Nee, inderdaad. Misschien even situeren waar dat vooral gebeurt. Want ja, in België kunnen we ons dat niet voorstellen, maar in andere delen van de wereld wel. Hè. Ja, de voornaamste regio's zijn eigenlijk Zuidoost-Azië en Afrika. Met een hoogste concentratie in West-Afrika, Niger, is het eigenlijk het land waar het grootste aantal kindhuwelijken voorkomt. 3 op 4 meisjes daar, 75%. Ja. Dus dat is een percentueel gezien de hoogste piek. Een aantal andere landen daar in de buurt, Mali, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tjaad ook zeer sterk getroffen. En dan ten tweede in absolute aantallen in Azië. Wat natuurlijk begrijpelijk is, omdat daar ook veel meer mensen wonen en dus ook veel meer jongeren wonen. Nu, iedereen stelt zich de vraag, waarom gebeurt dat? Waarom geven die mensen hun dochter weg? Zij doen dat voornamelijk, mijn mening, en er is heel veel onderzoek rond gebeurd, is absoluut dat de voornaamste reden armoede is. Hè. In een context waarin men moet leven met $1... per dag en je moet daarmee verschillende mensen kunnen voeden, ja, dan moeten er keuzes worden gemaakt. En bijvoorbeeld de keuze om een kind uit te huwelijken is op die manier bekeken een goeie, omdat je daarmee via de bruidschat geld binnenhaalt, maar ook een mond minder te voeden hebt, omdat de meisjes bij de schoonfamilie gaan inwonen. Ja. En bovendien moet er ook geen onderwijskosten meer worden betaald. Dus op alle vlakken is het een economische winst, maar met dramatische gevolgen op andere vlakken. Ja, en zijn het dan meestal rijkere gezinnen waar zo'n dochter bij terechtkomt? Want zij moeten de bruidschat uiteindelijk wel betalen. Zij moeten die mond wel voeden. Niet noodzakelijk. Wanneer je een gezin hebt waar een zoon moet huwen of wil huwen, of een onkel, of het zijn vaak ook veel oudere mannen die met veel jongere meisjes huwen, ja, dan stelt zich de vraag, waar vinden wij
een vrouw, een jonge vrouw, liefst van al een meisje. En zeker ook een meisje dat absoluut nog geen kinderen heeft gehad. Want dat zou de grote schaamte zijn die over de familie neerdaalt wanneer een kind al voor het huwelijk betrekkingen zou hebben gehad, seks zou hebben gehad of zwanger zijn. Dus die families die sparen daar zeer hard voor om toch die bruidschat te kunnen betalen als ze arm zijn. Ja. Als ze rijker zijn, hebben ze daar natuurlijk minder moeite mee. En welke impact heeft dat op het leven van zo'n meisje? Wel, de impact is voornamelijk te situeren op vlak van fysieke en lichamelijke en mentale, psychologische harde tijden die plots aanbreken. Hè. Van de een op de andere dag zijn ze geen kind meer, moeten zij huisvrouw worden, moeten zij dus alle verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan ook opnemen. Hebben zij ook seksuele betrekkingen met het oog op een zwangerschap, op het hebben van kinderen, wat niet altijd goed afloopt op die leeftijd en helaas met de zorgen niet. Die ze daar hebben. Helaas niet. Een van de belangrijkste doodsoorzaken bij meisjes tussen 15 en 19 jaar in ontwikkelingslanden is precies het overlijden van de moeder bij de bevalling. Dus dat is een teken dat de lichamen van die jonge meisjes niet klaar zijn om de dracht van een kind en ook het geboren worden van een kind aan te kunnen. Ja. Nu, waar ligt de sleutel? Waar denken jullie dat de oplossing ligt om die meisjes te helpen wereldwijd? Wel, de uitdaging is zeer groot, maar toch ben ik hoopvol dat er dingen kunnen aan gedaan worden. Plan België al jarenlang pleit voor het meer investeren in onderwijskansen voor kinderen en voor meisjes in het bijzonder is er toch nog altijd een grote uitdaging, ook om die kwaliteit van het onderwijs te versterken, omdat we weten dat meisjes die onderwijs genieten, later kinderen hebben, makkelijker nee kunnen zeggen ten aanzien van voorstellen die worden gedaan over het huwelijk, maar ook hun kinderen eerder naar de school sturen. Dus dat is op verschillende generaties heen bekeken zeker de meest doeltreffende strategie, dus dat is zeer belangrijk. Maar ontwikkelingssamenwerking is daar een van de hefbomen die we vanuit België hebben om daar iets aan te doen. Nu, we staan voor een nieuwe legislatuur met heel veel besparingen. Denk je dat dat een probleem gaat geven? Het klopt dat er moet. Je kan een euro maar één keer uitgeven, maar ik ben om twee redenen blij. We hebben vorige week een conferentie gedaan in het federale parlement. We hebben daar vastgesteld dat er een zeer grote steun is vanuit het parlement om dat thema in de ontwikkelingssamenwerking hoog op de agenda te houden. En anderzijds heeft de nieuwe bakken minister van ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo, ook al zich uitgesproken voor het beschermen van kinder- en vrouwenrechten in het bijzonder. Ja. Aandacht voor fragiele staten staat er ook in het regeerakkoord. We lezen daar ook in het versterken van lokale civiele maatschappij, dus organisaties die in ontwikkelingslanden actief zijn. Dus de signalen zijn positief? De signalen zijn positief. Natuurlijk, de context is wat hij is. Keuzes zullen moeten gemaakt worden. En daar zal Plan België heel hard voor blijven pleiten dat de keuzes ten voordele van kinderen en vrouwen en meisjes in het bijzonder zullen gebeuren. Mm-hmm. En hoe kunnen wij helpen? Wel, we need all the help we can get. Plan België heeft heel wat vrijwilligers hier ook in Limburg. Onder meer hier in Hasselt, maar ook in Sint-Truiden. Op verschillende plaatsen mensen die hun vrije tijd opofferen om mensen te sensibiliseren over die thematiek, maar ook om fondsen binnen te halen. Op planbelgië.be vind je alle informatie om bijvoorbeeld via planouderschap of andere manieren plan te helpen om dat werk te blijven doen.